Jochem Twisker, een uh, 1-3 nederlaag uh, tegen Barendrecht. Dat is een vervelende nederlaag, denk ik. <laughs> Elke nederlaag vind ik uh, per definitie vervelend. Maar ja, we hoeven er vandaag, uh, of kunnen we kort zijn, dat het een, een dik verdiende nederlaag was. Barendrecht was, denk ik, op alle fronten beter dan wij. Ja, dat is echt, uh, heel erg uh, ja, uh, samenvattend eigenlijk. Want uh, de eerste helft, uh, de eerste half uur, half uur kwamen jullie eigenlijk niet in de wedstrijd nog. Nee, dat, dat klopt. Uh, kijk, ik, we, we weten inmiddels vrij aardig hoe Barendrecht speelt. Dus daar hadden we ook een tactisch plan op. Uh, op gebaseerd. Dat, dat liep uit. Uh, in de uitwedstrijd uh, haalden we daar echt uh, voordeel, uh, voordeel uit. Nou, nu, uh, nu kregen we, eigenlijk hadden we steeds een middenvelder tekort, omdat ze uh, van achteruit zeer gedurfd speelden. Hè, waar Monster ook nog uh, durfde in te dribbelen. Nou, dat hadden we niet voorzien, dat kan een keer gebeuren. Dus uh, toen hebben we snel omzetting gedaan door een extra middenvelder erbij te brengen. Uh, toen zag ik laatst, laatste die van Rust, dat we, dat we beter in de wedstrijd kwamen. Dat we ook wat kansjes kregen. Uh, wel daarbij gelijk zeggend dat uh, de Baan ons onze uh, eerste half uur natuurlijk uh, in leven hield. Want uh, die hadden al, uh, denk ik zeker drie, vier goede kansen om, uh, om al op voorsprong te komen. Nou ja, na Rust nog, uh, nog een accentje, of in de Rust nog een accent gelegd. Om, uh, om nog meer grip op hun avondspel uh, te krijgen. En uh, ja, dan. Uh, dan ligt hij er alweer naar, naar een korte minuut denk ik in uh, vanuit een uh, hoekschop. En dat, uh, ja, dat gebeurt ons uh, wel vaker. En... Ja, en dan kan je eigenlijk stellen dat dat plan eigenlijk overbodig meteen de prullenbak in kan? Ja, feitelijk wel ja. Ja, tuurlijk in eerste instantie kunnen we wel terug in de wedstrijd komen. Maar goed, uh, ja ik... Je ziet dat dat mentaal toch ook wel wat met het elftal doet, wat toch al een aantal tikken heeft gehad. Dus ja, toen hebben we nog wel geschakeld door nog wat aanvallende impulsen te brengen. Twee jongens die net weer terug zijn van blessures: Tim Ruder en Adam Elidrisi. Maar het was gewoon te weinig. Barendrecht voetbalde makkelijk tussen de linies. en We hebben eigenlijk nooit meer een kans gehad om in de wedstrijd terug te komen. Ja, en om eigenlijk deze wedstrijd af te sluiten. Dan ga je verder kijken in de restant rest van de competitie eigenlijk. Dus hier vandaag je naast de te belegger tag winnen. Dan, uh, ja, dan worden het nog een aantal moeilijke maanden voor de degradatie natuurlijk. Ja, dat was het voor vandaag natuurlijk ook al. Uh, ja, we, we krijgen nu ze uit en volgende week AFC. Uh, het, het mogen duidelijk zijn dat als we daar geen punten gaan pakken, dat het wel, uh, wel een heel lastig verhaal gaat worden. Dus uh, Barendrecht kan je van verliezen, ondanks dat we ook de laatste week aangetoond hebben, ook met, met tegenstanders die wat hoger op de lange ranglijst staan, prima mee te kunnen voetballen. Alleen was vandaag was dat niet het geval, maar ja, de komende twee tegenstanders zal het gewoon moeten gebeuren. Dat is, dat zijn de laatste kansen. Veel succes.